Donder en bliksem, man, wat ging het flink tekeer. En met een klap stortte hier mijn vliegtuig neer. Ik werd wakker en keek goed om me heen. Niets of niemand, hier zat ik dan alleen. Hier in de jungle moet je overleven. Er loopt gevaar in de wildernis. Kijk met me mee, en samen gaan we leren. En ontdek hoe het leven in de jungle is. Haha! Hey avonturiers, mijn naam is dus Jim. En ik heb leren overleven hier in de jungle. En wat tof dat jullie hier samen met mij in Rimboola zijn. En misschien, misschien schuilt er in jullie ook wel een echte survivaler of een natuurkenner. Eens even zien, wie is hier stoer? Vingers! Ja, ja, ik zie de overzichtige vinger hartstikke goed. Ha. Ja, jij lijkt mij wel zo'n Jim. Ik zeg ze even aan hem, Jim, ben jij stoer, dapper en zonder angst? Want alleen de slimste, die leven hier het langst. Dus hou je oren en ogen heel goed open. Want hier gelden de 5 regels van de tropen. Ha. Hier in de jungle moet je overleven. En loert gevaar in de wildernis. Kijk met me mee en samen gaan we leren. En ontdek hoe het leven in de jungle is. Ik moest mijn weg vinden tussen de meest grote planten en bomen. En tussen de meest enge diersoorten. En de meest barre vingersomstandigheden. Neerstort, heb ik van alles geleerd over deze machtige omgeving. En ieder diertje, ieder blaadje kan je redding betekenen. Of je einde natuurlijk. Dus je kunt wel zeggen dat overleven niet voor iedereen is weggelegd. Maar vandaag is een erg bijzondere dag, mensen. Want, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij Jim's Jungle Test! De eerste 5 regels van de tropen. Regel nummer 1. Kennis is de basis. Als je verstand hebt van zaken, kom je al een heel eind. En ik ben ook even benieuwd, wie durft zich hier de slimste te noemen uit het publiek? Laat eens even zien. Vingers helemaal boven. 1 daar al. Nou, daar gaan we eens even achterkomen tijdens deze test. Heel goed. Regel nummer 2. Eten of gegeten worden. Een mens moet nou eenmaal eten, anders overleven het niet. En ik heb de meest verschrikkelijke dingen moeten eten. Dus, en regel nummer 3, reageer op wat er gebeurt. Kijk goed om je heen, want stel, je loopt in een jungle en je hoort een groep slingeren, moet je bukken! Oké, dit gaan we even overnieuw doen. Stel, je loopt door de jungle en je hoort een groep slingeren aan. Dan moet je bukken! Bukken, 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 bukken! Ja, fantastisch! Wist je trouwens dat slingerapen zowel hun armen als hun staart gebruiken bij het slingeren? Ze gaan echt alle kanten op. Dus goed blijven rondkijken. Alright, regel nummer 4. Ken je omgeving. Ik ben erg benieuwd hoeveel dingen jullie kunnen herkennen hier uit de omgeving. En tenslotte, regel nummer 5. Je moet niet bang zijn. En mijn vraag is ook wel, zijn jullie dan dapper genoeg? Dat gaan we ontdekken tijdens Jim's Jungle Test! Regel en ronde nummer 1. Kennis is de basis. Op school zeiden ze altijd tegen mij, hey Jim, je moet wel opletten. Dat weet ik ook wel, maar alleen tijdens de biologielessen. Tijdens de andere lessen zat ik met mijn neus in de boeken. Biologieboeken. Ja, en dit boek gaat over de hamerkop. Die vliegt hier ook rond. Wist je trouwens dat hamerkoppen nesten kunnen bouwen van wel 2 meter breed? Daar past een volledig mens in. Cool, hè? Maar ja, je snapt het idee. Boeken kunnen je redding zijn. En nu ben ik benieuwd of we hier wat slimme koppen tussen hebben zitten. Het werkt als volgt. Ik stel een vraag.
Als je het antwoord denkt te weten, steek je hand omhoog. Heb je het goed? Hebben we onze eerste kandidaat? Mag je naar voren komen? En gaan we op zoek naar de tweede kandidaat voor de eerste ronde. Yes? Ik pak er even een bord bij en beginnen we bij de eerste vraag. Welk dier gebruikt zijn geur om de vrouwtjes mee te versieren? Ja, echt wel? Ben jij snel? Een aap, ja, maar je krijgt nog even opties voor mij. Zijn het de slingerapen of de ringstaatmakies? Wil je gokken? De ringstaatmakies? Oké, gaan we eens even kijken of dat klopt. Het zijn inderdaad de ringstaatmakies. Kom jij eens even naar voren, we hebben onze eerste kandidaat. Let's go, mag ik een heel groot applaus voor onze eerste kandidaat. Oh, je neemt assistentie mee. Kom maar bij mij. Wat goed zeg. Oh, je kunt ook even naar beneden. Ja. Leg ik het ondertussen uit, want ringstaatmakers, die houden een stinkgevecht. En het mannetje wat het meeste stinkt, die mag met de dame opstappen. Dus wil je vriziertips, ga dan even bij de makers langs. Of kom even bij mij. Hey, hoi. Hoe is het? Goed, ik ben Jim en jij heet? Jelko, zegt het goed? Ja, goed zo. Hoi, Jim. Mathilde, Jelko en Mathilde, kom maar even hier staan. Want wij gaan even snel op zoek naar jouw tegenstander. En met de volgende vraag. Hoeveel ogen heeft een rood knie vogelspin? Die is lastig. Ik geef een hint. Het zijn er meer dan 7 en minder dan 9. Maar jij hebt ze allemaal. 8! Wat goed zeg. Ik kom maar naar beneden. En mag ik ook even een groot applaus voor onze kandidaat uit hetzelfde tribunevak. Je kunt die recht naar beneden steken. Kom maar bij. En inderdaad, het heeft 8 ogen. Oh, vind ik dat? Kom maar. En jij had die van de makers, had jij ook goed, hè? Ja, ik zag het wel. Hoi, ik ben Jim. Anouk, hoi. Kom er maar eens even bij staan, Anouk. Want ik heb voor jou ook een hele mooie plaat. Want, kom maar eens even hier. Hou hem maar eens goed vast. Want dit was het eerste dier dat ik tegenkwam hier in de jungle. Ik lag op de grond en ik kon me niet bewegen. Ik deed mijn ogen open en ik keek. En daar kwam hij recht op me af. Hij kwam recht op me af. Ja, en mijn spin loopt op de grond. Anouk en Jelko. Het is zo, ook al heeft een vogelspin 8 ogen, hij ziet helemaal niet zo goed. Dus hou dat maar eens even in gedachten. Ja? Hey, ik neem een bord heel eventjes van je aan, want ik zet hem bij de echte vogelspin. Daar kun je even naar kijken, na de show. Hij zit in deze... Waar? Hallo? Ik denk dat hij even een rondje wandelen is. mocht je hem zien, niet meteen beginnen met gillen. Oké? Okay? Nou, luister, ik kom even tussen jullie in staan, want dames en heren, voordat we doorgaan naar de laatste vraag van de eerste ronde, mag ik een heel groot applaus voor onze helden van de show! Ja, fantastisch. Nou, Jim. Wat? Oh, luister, jongens, jullie zijn mijn persoonlijke helden, toch? Ja, oké, nu jullie het toch zijn, dames en heren, jongens en meisjes, dit zijn mijn maatjes, mijn buddies, mijn vrienden, mijn stofzuigers. Ze ruimen echt alles op wat ik laat slingeren hier in de jungle. En daar heb ik geen last van ongedierte zoals muis of ratten. Hartstikke handig. En ze zijn compacter dan een olifant. En daar gaat de volgende vraag over. Jullie krijgen dezelfde vraag en wie met het antwoord het dichtst bij zit, die helpt ons met het afstrepen van deze ronde. Klaar? Inderdaad, stilte in de jungle. Oké, blijf concentreren. Hier komt de vraag. Hoeveel kilo kan één olifant maximaal in zijn eentje tillen? 60. 60 kilo? Ik denk dat het ietsjes meer is dan 60. Maximaal, dus dat ik echt denk, nou hierna kan ik niet meer. 150 kilo. Oké, en jij? Hoeveel denk jij, Joko? Hoeveel kilo? Miljoen, nou dat is wel weer heel erg veel. Oké, nou we gaan toch eens eventjes, ik geef het goede antwoord, want het goede antwoord is 5000 kilo.
En dat is echt heel veel. En een olifant weegt zelf ook zo'n 5000 kilo. Dus hij kan één keer zijn eigen gewicht tillen. En dan heb je die hele grote olifant. Maar we hebben een dier wat nog veel sterker is. En dat is de kleine bladsnijdersmier. Die kan namelijk 50 keer zijn eigen gewicht tillen. Dus in verhouding is hij nog veel sterker. Nou, een miljoen tegen 150 zat jij er toch wel ietsjes dichterbij. Dus jij hebt geholpen om het af te stemmen. Maak een heel groot applaus voor onze eerste kandidaat. Nu mogen we lekker gaan zitten. Goed gedaan. Ja, top. Gaan we lekker zitten. Gaan wij snel door naar de tweede ronde van Jim's Jungle Test. Ronde nummer 2. Als je gaat overleven, dan gaat de regel van 3 in. En die vertelt ons dat een mens 3 minuten zonder zuurstof kan, 3 dagen zonder water en 3 weken zonder eten. Onthoud dat alsjeblieft heel goed, want dat is echt je redding. Toen ik hier net stortte, had ik nog genoeg proviant in mijn vliegtuig om een tijdje verder te kunnen. Maar toen dat opraakte, moest ik wel durven te eten. En voor mijn volgende ronde, eten of gegeten worden, ben ik op zoek naar een echte alleseter. Een papa of een mama, of een vriend, vriendin. Ja, echt jij? Zou jij dat durven? Oké, mag ik even een heel groot applaus voor onze echte alleseter. Fantastisch man. Hoi, ik ben Jim. Vincent, hoi. Dit is jouw test. Loop maar eens even mee, Vincent. Want hier heb ik allemaal dingen uit de jungle. Ik heb hier 4 bakjes staan. We beginnen aan deze kant en we gaan die kant op. En we beginnen rustig, maar ze worden langzaamaan steeds wat exclusiever. Zal ik maar zeggen. Ja? Oké, Vincent, je krijgt er voor mij een lekker deuntje bij. Je mag het optillen, zeg ons wat het is. En neem een hap als je het lekker vindt. Zo, banaan. Ja. Vincent. Slingerapen. Bukken. Bukken, bukken, bukken. Ja, goed zo. Ja, en jij hebt er al eentje gehad. Hé, wat fantastisch jongens. Jullie hebben daarmee bewezen dat jullie ook reageren op wat er gebeurt. Regel nummer 3 hebben we daarmee ook voltooid. Hé, we gaan weer even terug naar Vincent. Je had al een stukje banaan geproefd. Hartstikke goed. We gaan naar de volgende. Haal een pakje er maar af. Zeg ons wat het is. Heel goed. Mango. Ja. Je mag er net een stukje proeven. Ja. Marco, ze groeien hier ook heerlijk als een goed begin van je dag, al was een lekker gezond tussendoortje. We gaan door naar de volgende. Het derde bakje. Vincent, wat zit eronder? Hoe heet dat? Ja, het is een paddenstoel. Ja, het is een champignon. En een champignon kun je wel rauw eten, maar nu de herfst is, groeien er overal paddenstoelen. Dus het is niet verstandig om zomaar paddenstoelen in je mond te stoppen, want de meeste zijn giftig. Durf je te eten? Durf papa dat? Zou je denken? Zullen we even, we schakelen even hulp in? Ja, neem eens even een paddenstoel, help eens even mee. Hartstikke goed. Ja, fantastisch. Goed gedaan. Oké, nou Vincent, dan gaan we dus nu naar de allerlaatste. Let's go. Til hem maar op en zeg ons wat eronder zit. Ja, meelwormen. En ik noem ze ook wel de popcorn van de jungle. Ze zijn geroosterd. Ze leven dus niet meer. En ze smaken echt naar popcorn of rijstwafel. Ik denk dat jij deze wel bent. Dat denk ik wel. Kijk eens even aan, jongen. Ja, hartstikke goed. Hé, hey, maak een heel groot applaus. Fantastisch. En daarmee heb jij ons geholpen met eten of gegeten worden af te ronden. Heel erg goed gedaan. Nog één keer een heel groot applaus voor onze echte allerleden. Fantastisch! Ik heb ook wat mensen achter de, of mensen, wat dieren achter de schermen, die ook helemaal gek zijn van de meelworm. Ik zal ze er eens even bij roepen. Laten we zien of het werkt. Let's go! Oh, kom maar. Ja hoor, ik heb voor jullie ook nog wat. Nou, deze dames hou ik graag bevriend, want zij zorgen er elke dag voor dat ik een vers eitje heb bij het ontbijt. Nou, fantastisch gedaan. En regel nummer 2 en regel 3 zijn volbracht. Dus wij gaan snel door naar de volgende ronde van Jim's Jungle Test. De nachten zijn donker en vaak heel erg lang. Je ligt alleen,
vaak wakker en je ziet geen hand voor ogen. Maar je hoort dingen. Je hoort blaadjes bewegen en diertjes lopen. Maar je weet niet wat het is. En toch word je bang. En dat kan niet, want je moet overleven. Je wordt nieuwsgierig. Je steekt je hand uit. En je begint te voelen. En je voelt het en je denkt, is het echt wat ik denk dat het is? Maar dat kan toch niet? Is het... Nee! En daar gaan we achter komen. Bij regel nummer 5, je moet niet bang zijn. En ik ben op zoek naar iemand met stalen zenuwen. Wie gaat mij daar bij helpen? Je mag ook mensen aanwijzen. Wat? Wees jij nou, ja? Kom jij eens even, ik heb hier een hele stoere moeder. Kom jij eens even heel snel voor. Maak een heel groot applaus voor de stoerste moeder uit het publiek. Ja, ik hou ervan als je spontaan mensen aanwijst. Dat werkt toch altijd net zo handig. Hoi, ik ben Jim. Mieke, hoi. Ja, kom maar even mee. En er wordt nog zo geweest dat je dapper bent, Mieke. Oké, luister, dit is je test. Je ziet hierachter, zie je allemaal flapjes. Er zit een gaatje in, dus je gaat met je hand naar binnen. En je gaat ons vertellen wat je voelt. Dus ken je omgeving. Maar eerst moet je dus niet bang zijn om te gaan voelen. Ja? Heel even wachten, want willen wij iets meer spanning? Ja! Jawel, hè? Oké. Mieke, we maken het ietsje spannend. Aan de voorkant zitten deurtjes. Ik doe het deurtje open, zodat jullie wel kunnen zien wat erin zit. En jij niet. Ben je klaar voor, Mieke? Nee? Oké, dan gaan we gewoon beginnen. Oké, let's go. Het eerste deurtje. Fijn zulke reacties. Mieke, ik zou zeggen, ga voelen en zeg ons wat je voelt. Oh, dit valt mee. Een bakje met wat? Ja, dat zit wel in. Maar wat zit erin? Hoe voelt het? Snot. Ja, ik zou zeggen slijm. En het is slakkenslijm. Het schijnt heel goed te zijn voor je huid. Want je denkt, ja, jongen van, Mieke, ik heb hier wel een doekje voor je. Ja, het is het slakkenslijm van de agaatslakken. De agaatslakken zijn de grootste slakkensoort die bestaat. Als ze volwassen worden, wordt het lijfje 30 centimeter lang en het huisje 20 centimeter. Ik heb nog wat jonge exemplaren zitten. Kom straks maar eens kijken naar de show. Ja, dat was gewoon. Dan gaan we door naar de tweede. Let's go. Oké. En vertel. Vind je niks? Je doet het op. Nu doe je het goed. Wat voel je? Wat is het? Ja, voel je iets? Ik zie dat je wat voelt. Wat voel je? Waar voelt het dan? Wat voel je? Raar. Beetje pootjes, zeg nou pootjes. Wacht even. Ik wil even jouw trein vast. Hoe heel? Oh, het is de roodknievogelspin die we al even kwijt waren. Oh, wat fantastisch. Je hebt hem gevonden. Ja, nou is het zo. Is dat een vogelspin echt kwetsbaar is. Dus als je maar valt, gaat hij heel snel dood en zijn haartjes zijn giftig. Ja, dus dan krijg je allergische reacties op je huid. En hier, de miljoenpoot doet hetzelfde, maar dan met gif. Die zit in deze bak, ze worden tussen de 30 en de 38 centimeter groot. Ik wil straks maar eens even kijken. Mieke, de laatste. Ik loop even naar voren en ik zal laten zien wat jij gaat voelen. Oké. En daar gaan we. Wat voel je? Wat is het? Het komt al wel wat rustiger over, dus de moed komt terug. Wat een pikt, een vrucht? Of zo? Ja, dat zit er allemaal in. Het kruipt over de grond en het gebruikt zijn tong. Het sist. Wat is het? Een slang! Heel goed, daar hou je handen maar uit. Neem je straks mee naar de voorkant. Slangen leven hier namelijk ook in de jungle. En ze kruipen over de grond. Het gevaar komt van boven. Dus slangen rustig benaderen. Mieke, loop maar even mee naar de voorkant. Kun je eventjes kijken hoe je en wat je hebt aangeraakt. Hartstikke goed gedaan. Mag ik even een heel groot applaus. Maar zeker de dappere dame uit het publiek. Mieke, dankjewel. Om even zeker te weten of jullie allemaal moedig genoeg zijn, raad ik je aan om nog even te blijven zitten en dan ga ik mijn coole dierenvriendje erbij halen. Een ogenblik. Let's go. Oh, oh.
dit is een echte kogelspiet. Een hele mooie slag. Cool, hè? Ik vind het een beetje spannend. Ja, jij wel. Ja, je hoeft niet bang te zijn. Het is geen gifslang. Hij zal niet bijten, oké? Hij zal je wurgen. Het is een wurgslang. Dus eentje niet gebruiken als jou. Oké? Deze is volwassen. Hij is een meter te lang. En het enige dat hij eet zijn muizen, ratten en kleine knaagdiertjes. Zeg dat met zijn tong? Wie weet het? Waarvoor gebruikt een slang zijn tong? Om te waarschuwen. Nee, hij doet iets. Hij gebruikt zijn tong eigenlijk iets anders voor. Helemaal achterin. Ja. Om te ruiken. Heel goed. De slang ruikt met zijn tong. En links en rechts ruiken verschillende dingen. Hij ruikt in stereo. Cool, hè? Hij eet één keer in de week. Eén keer in de anderhalve week. Dat is meer dan genoeg. En na 3-4 maanden gaat hij vervellen. En het is een koudbloedig dier. En dames en heren, jongens en meisjes, jullie zijn fantastisch blijven zitten. En daarmee hebben jullie bewezen dat ook regel 5, dat we die met vlaggen weer blijven volstaan. En zijn we dus ook volledig geslaagd voor Jim's Jungle Test. Fantastisch. Hier in de jungle moet je overleven. Er loert gevaar in de wildernis. Kijk met me mee en samen gaan we leren. En ontdek hoe het leven in de jungle is. Haha. Dames en heren, jongens en meisjes. Wat gezellig dat jullie er zijn. Kom vooral straks nog eventjes naar beneden. Kijk bij de agaatslag, bij de rokenknievogelspin, miljoenpoot. Proef nog even wat lekkers. De meelwormpjes liever niet aan de kippen geven. Je mag ook lekker voelen. En je kunt met mij op de foto. Ik wens jullie een fijne dag. Bye bye! Dank jullie wel. En voor jullie is de uitgang aan de linkerkant van het theater. Ik ga jou eens eventjes weer terugbrengen. En dan kom ik zo weer bij jullie terug. Alright, let's go. Hey avonturiers, Jim hier. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal en een blauw duimpje te geven. Dit was Jim. Over en uit.